Vandaag is er een bijzondere kick-off geweest. Wat is er net gebeurd? Ja, vandaag hebben we eigenlijk de start van, van een pilot die we hier op deze ecotuin achter mij... de start van die pilot hebben we gevierd, als het ware. En bij deze pilot gaan wij diabetes type 2 patiënten helpen met een gezondere levensstijl. Omdat we weten dat diabetes type 2 eigenlijk genezen kan worden door gezonde leefstijl. Vroeger dachten we altijd dat het een chronische ziekte was. Tart, maar wat gaat er nou gebeuren de komende tijd? Ja, de twee belangrijkste dingen van gezonde leefstijl zijn gezonde voeding en gezonde beweging. Dus wat we doen, mensen worden hier naartoe verwezen en krijgen kookworkshops gezonde voeding door het LUMC verzorgd. Daar leren ze eigenlijk de basis van gezonde voeding, van het zelf klaarmaken, zelf koken. En daarna worden ze doorverwezen naar de online communities van Je Leefstijl als Medicijn, waar mensen met elkaar blijvend bezig kunnen zijn met gezonde voeding. En aan de andere kant kunnen ze hier op dit mooie terrein met elkaar bewegen. Ja, het LUMC gaat kookcursussen geven. Ja, kookcursussen. We zijn bezig met een project om mensen met diabetes type 2 te leren om het gezonder te koken en te laten zien wat gezond koken is en dat gezond koken uiteraard lekker is. En daarom staan we ook hier in deze tuin. Daar plukken we de groenten die er voorhanden zijn en daar gaan we wat lekkers van maken. Zo zie je de herkomst van de groenten. Ja, sommige mensen weten nog niet eens hoe een courgette groeit. En daar maken we wat lekkers mee en proberen mensen een beetje op een leuke wijze kennis te laten maken. Ja, nou heb ik wel eens gehoord, mensen met weinig geld, ja, die kunnen ook weinig kopen. Dus die zullen niet zo snel diabetes krijgen. Maar het tegenovergestelde schijnt juist waar te zijn. Ja, dat klopt. Helaas is laten we het junkfood noemen, hè, wat minder gezond, veel vet, is vaak goedkoper. Een diepvriespizza is goedkoper dan soms een bloemkool. En dat is jammer. En we proberen dat een beetje weg te halen, want je kan ook best wel met beperkte middelen met verse groentes dingen klaarmaken. En een potje spersieboon is ook niet heel slecht. Het is altijd beter dan andere kanten klaar voedsel waar veel zout en vet in zit. Jij bent zelf eigenlijk het levende bewijs dat je leefstijl aanpassen kan helpen. Ja, ik was een ernstige diabetes. Ik moest heel veel insuline spuiten. Ik woog 130 kilo. En ik heb in 2015 mogen ervaren dat ik door middel van aanpassing van mijn leefstijl binnen enkele weken kon genezen van mijn medicatie kon laten staan en binnen 5 maanden 40 kilo afgevallen ben. Iemand die niet meer kon lopen, geen 500 meter. En ik heb recentelijk mijn eerste 10 kilometer wedstrijd mogen lopen. Dus dat is de kracht van je leefstijl als medicijn.